Hallo allemaal en welkom terug bij deel 7. Wij gaan verder, maar Treek, het spijt me. Ik ga afscheid van je nemen. Want ik ga weer met mijn favorieten verder. Maar dan heb ik in ieder geval al 4 companions. En het... Oh, de tijd moet ik starten. Oh, dat zal ik even doen. Berichtgeving gaan. En wat ik zeg, zodra je level 60 wordt, 70, een van de twee, ik weet het niet meer, dan word je ingevroren en dan word je na 100 jaar of zo word je wakker. En dan ben je al je companions kwijt. Allemaal. Sommige vind je terug, maar dat duurt even. Alleen Drake, omdat ik die gekocht heb, die is er dan nog. Dus ik heb ten alle tijde een companion. Ja, ja, een slimme joch is op zijn toekomst voorbereid. Sappadabba. Inderdaad, geen gaatjes. Hey, stoor me nou niet. Oké, mijn pin. Krijgen we dat weer. Pop. Zo, even kijken. We moeten daarheen. Hallo. Trek je bij mij niks aan. Ik kom alleen maar wat doen. Oh, je kan nog zo. Het is twee op me afkomen, dat boeit me echt niet. Ja, joh. Ah. Dank je, Shay. Geen loot? Cheap skirt. Ja, dat is waar. Oh, met je vlammenwerper, ik ben bang. Oh, je bent een mini bos. Een mini bos. Een andere speler niet? Nee. Is dat een skill van jou? Oh, dat is een skill van jou. Van Shay. Dus normaal een healer heb die skill. Dus ik heb net eigenlijk voor je een joker tientje geroepen. Hey. Wat? Alleen jij hebt geld? Credits. Geen geld. Ja, ja, het is een geld voor hem. Wat moet ik doen? Speak to Drillic Baal. Ach, dat is dat Etioch. Maar die ga ik echt zo meteen doodmaken. Zonder ook maar één haar te krenken. Vooral hoe die zijn geïntroduceerd namelijk. I thought you'd choose a stealthy assassin, not some senseless savage. Varys knows what he's doing. I suppose he wants a spectacle, or he wouldn't have entrusted such a blunt and tactless animal. Do you want to die? We've got business to handle. With the entire complex roused, we'll have to get in each other's faces another time. Now listen. Oh yes, I'm a shaker. Who boldly defies the Dark Council. Lord Varys wants to let Grathen know he can be reached. And after a year... Want hij wil dat ik zijn zoon dood ga maken. Maar dat doe ik niet. Grathen has a son. Maybe in another year you can find out his shoe size. He wears boots, not shoes, smart mouth. I was assigned to find Grathen's weakness. He's kept his son a secret in order to protect him from his enemies. Mag zijn zoon niet dood. Ik ga ver genoeg, Grathen. That
would send a message. I'm the baby killer. You're not talking about... Ho! Dat was geen wit bedoeld. Nee. Maar ik ga het niet doen. Blablabla, mind yourself. Blablabla, get over it. So. What is that? When killing his son just made Graffin mad. Lord Barra seeks to imbalance Graffin, make him sloppy. Graffin's kid is nearly 20 and strong with the Force. He's been trained in the ways of the Sith since birth. You'll have your hands full. I highly doubt it. All right. Maybe underestimating your foes works for you. Graffin's away on business. I managed to hack a special spike that will get you inside his private quarters. But first you're going to have to knock out Graffin's surveillance station so you aren't seen entering the quarters. What do I care if I'm observed? A surveillance system is also a sophisticated defense network. Yeah, in. If you don't destroy the system before entering the private chambers, you'll never make it. What you have to do is locate the monitoring stations around the compound and, well, stick your lightsaber in. Stijf hem liever in jou? You think you can handle that, brute? Keep calling me names, bro. You're playing with fire. Is it so easy to get under your skin? Yeah. Destroy the monitoring system. An alibi. Rood gordijn, nu. Dank u. Oké, we gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Ja, ik wist dat jullie gingen aanvallen. Dat boeit me niet. Nee, hallo, deze. Waarom? Ben je ogen geslagen? Nee, die robot. Man. Money. We gaan naar buiten. Wee! Spring! Dat is dichtbij. Silence. Assassin. Oh, ik dacht dat er een rood gordijn voor zit. Nou ja, laat maar. Hallo! Ja, ik laat geen getuigen leven. Listrius. Niks? Oké. Hier wil je niet naar beneden vallen, geloof me. Ik spreek uit ervaring. En denk, die lift is halverwege, ik kan wel springen. Ja, maar toen bleek je dat hij naar beneden ging, niet naar boven. En dus, ja, flatsch. Ik ben altijd gewend om van dingen af te springen. Stoor me nou niet. En hoe vrienden, kijk, al mijn vrienden. Zoveel vrienden heb ik. Nee, ik maak geen vrienden. Dat is niet mijn ding. Oh, dit is slicen. Ja. Shit. Er moet hier iets wezen. Ben ik nou zo... Oh, hallo! Het is boven. Bing! Ik neem aan dat mijn computer nou ja. Ik dacht dat er nog eentje op bestond die te hakken, maar niet. Yes!
We springen hier wel naar beneden. Aan moet hier naartoe. Ja, doei. Oeh. Ga uit. Gaat uit. Dank u. Shea. Stop vechten. Stop met vechten. Kom hier. Yes. Ga uit. Dank u. En daarna moet je me natuurlijk wel weer helpen aan te vallen, hè? Zo ja. Als je nou slicer bent en je maakt die dingen open, pak je de koffertjes uit met geld. Nu zit er niet weinig in, maar hoe hoger je komt, hoe meer erin zit. Het hoogste wat ik eruit heb gehad is het van 2000 credits uit eentje. Ja, anders had ik geen dat werk kunnen doen wat ik nu doe. Mother, a stranger approaches. Oh, zal ik jou over gaan, hè? Je weet wel, niet vermoorden bedoel ik iets anders. Who are you? Step aside, woman. I'm here for the boy. You'll have to kill me first. Not for very much longer, you're not. Build it. Take cover. No, mother! Oh, maakt niet uit. Ik heb airbags in op mijn kont zitten, dus doet me nada. Nou, nog groen, kom op. Zo. Stop. You are more than a match for us. Mother, if I am the target, save yourself. I'm my son. You must not sacrifice assassin. You've carved your way into the inner sanctum of Lord Grafton's compound, all to kill a boy. You are a breath away from the master himself. Spare us, and I'll help you destroy Lord Grafton instead. You reek of desperation. I'm sure I do. I married Lord Grafton for power. It was a means to an end. Now I want out. I'm strong. Hey. You have my attention. A wicked plan is taking shape. Long ago, my husband is... Dat doe ik weer voor als ik later... Heel weer voor later. Everyone knows this. Kill Lord Grafton. En als ik die zoon had gedood, had ik die eikel geholpen. Maar die eikel help ik niet. You publicly rant that his son was murdered. No one will be the wiser. What's in it for me? In addition to appearing successful in your task, I'll reward you in either credits or an item of power. Your choice. Oh, nee. Oh, shit. Dan moet ik wit kiezen. Ah, nee, maar dan maak ik haar dood, maar die jongen blijft leven. No amount is worth deceiving my master. Fieldslet, run! No, mother. If I am to die, I die alongside you. Nope. Ah, nou moet ik hem wel doodmaken. Oké, even overnieuw. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, dan kies ik wel wat nieuws. You want me to... Bye-bye. Yeah. Een item wil ik wel hebben. I ik heb de hele tijd credits gedaan, dus ik wil nou wel eens weten met wat ik krijg voor item. Lord Grafton deserves to die. Maar dat duurt weer. Enter Lord Grafton, see after you've ended Lord Grafton's miserable existence. I will. Finally, I get to kill a Sith Lord. I can see you're an ambitious one.
You're a climber, like me. Be wary of your dragon. There are few that is attuned to the dark side of Viking. Dat vind ik gemeen eigenlijk. Hè? Doe een optie rood, wit of geen van beide. Maar niet rood, wit, wit. Want ik wil geen wit eigenlijk. Geef me dan een anonieme, maar zo te noemen, een leger. Want daar verplichten ze je om wit te nemen. Oh nee, ik heb maar 200 lichtpunten. Nou. Oh nee, dat kan straks. Ik heb het uitgezet. Ik dacht dat je op vakantie was. Je was toch op vakantie? Zie je dat die gozer lief? Ik sensed your murderous intentions the moment you watch more. Your unshielded mind reveals that you're scum. Ah, another Chovante, I am. Ja, ja. Kom maar op. Oh, ik heb Shay bij me. Ik denk, hè? Ik zie niet disapproved staan. Oh, ik ben bijna dood. Wat? Waarom hiel je niet? Ik heb je toch op hielen ik heb toch gezegd dat je me moet helpen? Oh shit. Daarom. Nou, kom op. Para. Even die kant op. Voordat ik wakker word. Yes. Hiel. Dank u. Yes. Goed te komen. Heel! En level up. Dang. Dat is mijn fout. Ik leunde te veel op mijn companion. Ik denk, ze hield me. Maar ik was helemaal vergeten dat ik het op autonomisch had gezet. Oh wel. Yes, I sensed my husband's death. Lord Grafton is no more. What pleasure to think he suffered. I took no pleasure in killing him. Mother, what does this mean? Am I truly to become the master of this house? Ja, maar niet meer. But you are not yet ready to rule, my dear. Your voice will be yours, but the words will be mine. I have longed for my father's death and the chance to claim his power. Yes, this is a great thing. Mijn telefoon maakt af en toe geluid dat ik bericht heb en dan is er niet. Je weet niet wat dat is. Perhaps you could show your appreciation in a more personal manner. And you, the rogue. Yes. You freed me from an inconvenient husband and put me in control of this house. Let me show you my appreciation in private. Thank you. Please let find something to do with you. Your mother needs some food. Zij houdt je wel even bezig. Ben zo terug. Duurt niet lang. All alone at last. Now then, let me demonstrate my appreciation.
Christine. Ja, doei, tot zo. Het duurt langer dan ik dacht. Oh, daar zijn we weer. All the things I've endured to gain power, this was one of the least unpleasant. While all is welcome in my chamber, friend. Keep the door unlocked. Where would the fun be in that? So. Now leave me. I have much to do now that I control. Yeah, yeah, shut up. I only needed you. 18 donkere puntjes, rode puntjes. What the heck? 18? Dat is weinig. Even kieken, even koekeloeren. Ja, ik ben nou nog steeds niet gebonden. Ik heb geen relaties, dus ik kan nou nog even de hippietijd naspelen. Redden we hem? Nee. Want net dat ik er ben, gaat hij omhoog. Nou, wat zeg ik je? Klassieker. C. Even hier. Die lift is nogal zwaar. En ik weet niet of je er gewoon door raakt. Ik weet in WoW niet, maar in hoe heet het weer wel? Nevermind. Nee. Ah, weet je nou, als je op die lift staat, word je ge... Spelletje wat ik speel. Hoe heet die nou? Crusader. No remorse en no regret. PvE, ja, maar ik wil niet in een clan. Of gilde of wat dan ook. Als ik dat wil, ik heb een eigen gilde met allemaal alts erin. Ga je. Ik hou niet van verplichtingen die je moet doen. Ik doe dingen op mijn manier en niet hoe anderen. Ik moet anderen het willen. Ik heb net de Kratam's nek omgedraaid, dus wat denk je dat jullie zijn? Inderdaad, jij zegt het goed. Not even a challenge. Ah ja, nou dat irritante joch terug. I'm surprised you survived. So is it done? Nay. Is Grafton's son dead? You're a condescending windbag, Barl. It's pretty easy to push your buttons, Brute. Yes. Doesn't say much for Grafton's security forces if a clumsy clod like you was able to bang into his private chamber and off his son. Why don't you back up that mouth with action? That's exactly what I had in yes. mind. Killing the murderer of Grafton's son will solidify my cover. Zijn zoon is helemaal niet dood. Ferris will be needing a new spy. I'm going to enjoy killing you. Though I'm more than capable of facing you alone. A smart man uses every advantage. Ja, dat heb je altijd. Je moet er altijd hulp inroepen. Het is ongelofelijk. The intruder is here! Everyone to me! Attack! Dat is altijd zo bijzonder. Maar ik ga jou toch eerst doodmaken, jongen. Die andere badjes die komen straks. Zo. En nou kunnen die andere eentjes. Ja. Goed gedaan, meid. Oh, ik moet, weet je, bed zetten. Dat kan ik zo meteen mijn quiz niet doen. Ah, ja, heel erg. All better. Thank you. Return to Barras. Oké. Okay. Poink. Poink. Nou, stuur me nou naar die klooster. Nou, stuurt hij me naar het klooster. De Dark Temple. Als hij dat na twee quests eerder had gedaan, dan had hij die kroon kunnen pakken, had hij hem op zijn gezicht kunnen plaatsen, had hij hem helemaal kunnen uithoren voordat hij dood ging. Nee, nou doet hij het als hij bijna dood is. Waar ligt het verstand? Had ik spullen te verkopen? Nee, oh, maar ik heb nog. Nee. Thank you.
skilletje. Jawel. We krijgen een skill, skill, skill. We krijgen een skill, skill, skill. We krijgen een skill. Yeah! Oh, ik zie hem al staan. Hallo meneer. The horse is a weapon. I will show you how to wield it. Oh, die kan ik met mijn companion kan ik. Bye bye. Show no mercy. Nou, op mijn companion klik. En zeg ik guard. Bang! Dit is een geshield. Ja, nog steeds. Oeh, een keer schreeuwen ze. That's as long as you go there. Oh, I love it. I'm officially scared. This is impossible. Ja, stuur me namen naar de tempel. Kom op. Dan ga ik mijn ruimte schieten. Oh, mijn klok. Mijn timer. Nog 4 minuten. Wake me when you figure it out. Your insolence will one day be your undoing. I will punish you if I wasn't so keen. You only talk. I have said that Lord Grasson is incensed at the slaying of his secret son. I take it that was your handiwork. After dealing with his son, I stayed to socialize with him. Humiliation for him. Oh, my young apprentice, you have just cheered me up. daarom wist ik dat vet in de tijd iets met mijn beeld, want toen zei ik dat ook, is dat zo ook zo van. Let me guess. He gave you trouble, did he? I bled him dry and danced on his corpse. No matter, he fulfilled his primary purpose. Every Sith must attempt to orchestrate his own promotion. Now, back to my prisoner. There's one last possibility to pray. The Dark Temple, come on! Impossible, but perhaps over a millennium past, the Emperor claimed Drummond Castle and made the Dark Temple the empty blah blah. He conducted horrifying experiments that drained hetzelfde wat jij doet. Met hem. De Dalig. Sith Lords of the time. Let's cut to the chase. Yes. The Emperor created a device called the Ravager that ate his victims' minds and delivered to him their greatest. Ja, hij is bijna dood. Had het dan eerder gedaan? Man. Lord of the Empire confessed whatever the Emperor craved. I'm sure the Emperor has the best toys. I wouldn't call the Ravager a toy, apprentice. It's not to be taken lightly. But the Emperor keeps the Ravager hidden in the Dark Temple, which has, in his absence, become a death trap. Oh. And a good chance the horrors that await you will be too severe. Give him also far call. Daarom zeg ik al, van had me eerder gestuurd. Want dan had je hem al lang op zijn gezicht kunnen plaatsen. Had je hem helemaal kunnen uithoren. En nu... Ja, dan is hij bijna dood. En dan ga je dat doen en dan loop je te janken. Hij stuurt me nu pas naar de Dark Temple. Hij had me dan eerder gedaan. Zodra ik daar aankwam, ga naar de Dark Temple. Ga naar het masker halen. Zet ik hem op zijn gezicht. Zet ik hem kan uithoren. Nee, dat doen we niet. Want stel je voor. Dan klopt de verhaallijn niet meer. Het is zo'n ego-tripper. Nee. Andere uitgang. Kan ik al naar de Dark Temple teleporteren? Ik denk het niet, want ik denk ik nog een hit. Nee. Ah, vervelend. Die heb ik nog niet ontdekt. Ik ben daar ook nog niet geweest, dus dat kan wel kloppen. Na-da-da-da-da-da-da. Oh, ik ga de video eindigen, want zometeen gaat het alarm af. 10 seconden.
Dus ik zeg hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video terug. Doei! Ja, ja.